Hallo mensen, welkom bij weer een hele nieuwe vlog. En Chris, vertel eens, waar zijn we? We zijn op Centerparks het Meerdal. Yes, op Centerparks het Meerdal. En wat doen we daar vandaag? Ik weet het, mag ik het zeggen? Ja, jij mag het zeggen. We gaan een huisjes spot tour vlog opnemen. Huisjes spotten. Huisjes spotten. Ja, we hebben sleutels, dus we gaan een huisjes spotten doen. Hoeveel? Vier? Oh, ik denk vier. Vier sleutels maar, dus ik heb vier. En ons eigen huisje misschien is vijf. Ja, dat is ook vijf. Vijf. Daar gaan we natuurlijk ook zien, hè? Vijf nieuwe huisjes zetten we erin. Het is misschien wel een beetje op verschillende dagen opgenomen, maar ze komen allemaal in deze vlog voorbij. Ja. Dus, nou, we gaan op pad. We staan hier bij de ingang, dus we kunnen vanaf hier beginnen. Dus ik zeg alvast, doe duimpjes omhoog en abonneren. Voor deze keer. Ja. En dan gaan wij die kant op, want we hebben hier heel veel nieuws op Centerparks het Meerdal. Zo, daar gaan we. Oh, dat rooster, even wachten. Ik ga hier overheen lopen. Oh, dat komt omdat we zo'n kleine wieltjes hebben. Ja. Yes. Nou. De nieuwe guest service. Nieuwe ingang. Hoi. Wil je wat context? Wat zei jij? Wil je wat context? Ja. Voor het karretje of voor het hokje of zo? Dat mag. Ja, ja, ik ken jou van de vlog. Vanaf vandaag zijn we bezig hier met de oprijlaan. Ja. Dus er komen periodes dat je hier zeg maar, niet overheen kan. Dus dan is de ingang daar. Ja. Daarom, nou, daarom dat is dat zo begrepen. Ja. Ja. Heb je ook al gezien hoe het eruit komt te zien? Ja, nou, heel top. Ingewikkeld. Ja, hè? Ja, hij zei het werd een hele grote uitdaging. Ja, ja. Hoe het eruit komt te zien met een ovonde. Ja, zoiets. Vrachtverkeer kon wel rechtdoor, de rest moest een dingetje maken. Ja. Ja, nou top. Dan weet je alles al. Ja. Ik denk, misschien kan ik nog iets leuks vertellen. Nee, we wisten dat het daar naartoe moest. Ja, nee, daar misschien kan ik nog iets leuks vertellen. Maar ja, ze zijn net begonnen, hè? Ja, vandaag. Echt, ja. Uurtje of 9. Ja, dacht ik al. Ja, we zijn er nog tot woensdag. Oh. Ja. 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 Doei. Doei. Kom nog wel vaker langs. Toppie. We gaan door. Ja. Wat zeiden we? We moeten nog de dingen doen, hè? De, ja, huisjes spotten. Ik ben even de weg kwijt. Huisjes spotten. Ja, het Meerdal vernieuwd daar. Dat is duidelijk. Ja. Ingang wordt nieuw, alles wordt nieuw. Dus huisjes spotten gingen we als eerste naar de 900. Ja. 14. Volgens mij wel. Ja, gaan we dat doen. 914. Ja, natuurlijk weer verse weg, hè? Ja, ja, dat is die nature experience. Ik zeg de mensen net, dat is die nature experience, maar die kunnen ze zien in een andere vlog. Ja. Niet in deze. En als hij helemaal af is. En hier is een beetje gaten in de weg. Hier zegt die kant. Dat is wel echt die kant. Misschien is het leuk als we daar langs gaan. Gaan we gewoon via het meer? Ja, is het de moeder? Nee, gaan we gewoon via het meer.
Oh, dan horen we niet door. Oh ja, wij wel. Kijk, je ziet, hey, de dome heeft het dak open. Wow. Ja. Nou, dit is het meer dan. Kijk dan hoe mooi, Chris. Ja, we hebben vorig jaar ook wel gelopen. Ik weet nog, toen wij de laatste keer hier waren, waren we op zoek naar dat Waterplayhouse. Ja, wat zeg ik dan nou weer? Waterplayhouse. Een waterpark. Ik ben niet zo nauw nog. Ik ben met de boot. Volgens mij is hij inmiddels alweer weggehaald. Ik denk dat hij wel weg is gehaald nou. Speeltuintje. Nieuw. Heb je de winterhotspot? Ja, een mooi plekje hier. Dit blijft altijd leuk, hè? Hier, die Kids Wiebelweb. Ja. Dat was deze, ja. Wacht even, ik draai even de camera. Die we getest hebben. We gaan het Wiebelweb getest. Wiebelweb? Nee, hebben we nooit getest, Wiebelweb. Want Wiebelweb is alleen voor kinderen. Ja, maar voor kleintjes. Toen was pas, het wiebel werd pas op de mocht wel klimmen. Een paar jaar geleden. Ja, dat zou kunnen. Is wel leuk, toch? Ja. Ik vind het altijd wel leuk uitzien. Ja. Door! Door! Als we de beelden hebben, zet je die maar rechtsboven. Als ik ze nog kan vinden, zetten we ze rechtsboven, ja. Ik weet niet of we dat toen al uitgezonden hadden. Dat is al een hele tijd terug hoor. Ik denk 2015 of zo. Nee. Dat kan, ja. Hé, hey, vind je het leuk als ik een paar droombeelden maak? Kijk, nou is het een beetje lekker hier. Zullen we doen? Ja. Hier zo. Ja, een mooi plekje. Nou, hadden wij toch gelijk dat het waterpark hier zou komen, hè? Kijk, want daar staat die kleedhokken. Ja, maar stonden hier toen nog wel? Nee, die stonden er toen niet. Nee, dus daarom wisten we het niet. Maar wel die steiger daar. Ja. Nou, ik ga de drone installeren en dan gaan we even een klein stukje vliegen. Kunnen wij, Chris? Wij kunnen. Camera loopt. Daar gaat ie. Lange kabels, hè? Ja. Erop passen.
beelden wat jullie gezien hebben. De drone die komt terug. Wij gaan weer verder. Oh, we gaan de plek zoeken waar die moet landen. Wijs jij hem even aan, Chris? Ja, niet bovenop mee. Daar met de camera. Oh, het gaat goed daar. Vlak boven mij. Ja. Gewoon even aan de kant, ja? Zo. Daar is hij weer. Daar is hij weer. Nou, wij gaan weer door met onze tour. Gaat ie? We gaan weer door met onze huisjespottour. Gaan we even verder. Ja, we zijn nog steeds niet bij de 914. Nee. Nou, dus, gaan we nou naartoe? Blijf kijken, tot zo. Kijken. Weer verder. Oei. Maar toch wel mooie droombeelden, hè? Ja, ik vind het ook wel koud. Hier hebben ze ook last van mollen. Oh, hier heb je die route met die discus, zie je? Ja. Ja, dat is van, ja, dat weet ik ook niet. Dit is de zone waar dat laatste gebeurt. Oh, kijk daar. Daar kon je vroeger tanken. Zie je? Ja. Ja, vind het wel apart, vind je niet? Ja, dat vond ik ook wel leuk. Nee. Dit is een parkeerplaats, ja. Vanaf de 8, vanaf daar zo. En wij staan daarachter ergens, aan die kant zo. Nou, de prijs van de diesel staat nog niet meer ingevuld. Ze hebben wel vogelhuisjes erop gezet. Kom, we gaan door. Grappig, ja, dat ze dat hebben laten staan. Hè. Ja, nou ja. Nou ja. Oké, waar zitten we nu dan weer? Hierdoor? Nee, ja, water is al geweest, hè? Nee, dat komt zo weer terug. Maar hier heb ik nog nooit gelopen. Laat staan met dat ding hier. Hier kan je dus niet langs het water lopen. Nee, dat kan niet. Oh, even stoppen. Kijk hier. Oh ja, nou weet ik het alweer. Nee, we gaan even rechtdoor. Ik ga even wat wegbrengen. Hallo. Thank you.
Zo, daar zijn we dan. 803. Ja, het is onze eigen cottage waar we verblijven, maar het is ook wel leuk om even als korte blik te zien. Dus die gaan jullie nu zien. Zo, kijk eens. Wauw. Dit is de VIP, hè? VIP nummer 803. En ik zei al, op Center Park is meer dan. En? Kijk eens. Hoho. Mooi, hè? Ja. Oké, slaapkamer. Oh, we hebben hier nog een kast. Kijk, dat is goed. Hier naar de slaapkamer. Slaapkamer nummer 1. Kijk eens. Oh, trouwens, deze lampjes. Die werken iets anders hier. Normaal duwen ze in, dan gaan ze uit. Maar hier hebben ze wat anders bedacht. Hier hebben ze gewoon een schakelaartje erop gezet. Hoppa. Naar mijn idee, makkelijker. Genoeg opbergkasten. Hele mooie bedden. Die boxspringbedden. Hoppa. Ja. De keuken. Het doet me een beetje denken aan de keuken wat we hadden in Campervenne. Ja, dat is een beetje hetzelfde servies. Ja, alleen dan een ander kleurtje. Maar alles zit er wel in. Vaatwassertje erbij. De bestek natuurlijk. Pannen genoeg. Koelkast is voldoende. Voldoende. En de oven weer. En hij gaat zo aan, hè. Zie je dat? Dan gaat hij aan. En dan gaat hij weer uit. Hoppa. Ja, dat was de 803. En nou 9:14. 7 of 9? 9? 9:14. Gaan we dat doen? 9:14. Kijken waar dat ligt, hè? Ja, bochtjes volgen. Zou het dan die kant op zijn? Ja, lijkt mij wel, hè? Ja. Oh ja, dat kan ook, ja. Kijk, dat wist ik niet. Hier zijn de voetbalvelden. Hele leuke nieuwe speeltuin. Oh ja. Ja, ja, we zitten er eigenlijk heel dichtbij, ja. Ja, die zouden ze wel bij betrekken, dat klopt. Maar voorlopig nog niet. Kijk, voorlopig hebben ze daar de hekken staan. Ja, hier heb je al 9. Hallo. Hoi. Je zit al in een 7-kus. Nou, we zijn de eerste 9, toch? Nou, dan doen we dat eerst. Ja, ik heb hem op eco gezet. Dat is mooi. Ja, het ziet er een stuk beter uit, hè. Kijk, hier is opa huis.
Ja, het ziet er echt een stukje mooier uit hoor. Ja, bijna zijn we er. Yes, 9:14. Ja. Het is tijd voor die cottage tour. 9:14. Nee. Ga je mee? Ja, we gaan. Jij mag voorop. Oké. Okay. 914. Okay. Wow, segways hebben we van de weg gezet. Ja, ja, die zijn er wel hoor. Ja. Maar ja, ook die kunnen wel eens een lege accu hebben. Ja, kijk eens. Oeh. Zo. Ik weet nou al wat het is. Leuk. Weet jij het ook al? Comfort of niet? Nee. Niet in thuis. Zullen we leuke egel aan de muur? Zo, hij ging een beetje lastig open, hé. Tijd voor een nieuw slot. Ja. Allemaal digitaal binnen. Ja, alles wordt digitaal hoor. Ook hier. En voor als jullie nog steeds afvragen, waar zitten jullie dan? We zitten op Centerparks het Meerdal. Toch, Chris? Op Centerparks het Meerdal, dat klopt. Ja, daar zitten wij. Goed. Even een korte blikje in deze mooie bungalow. Wow, oh, maar dit vind ik wel leuk. Het is toch net ietsje anders hoor. Ja. Kijk, die tafeltjes zijn anders. Ja, leuk. Wow, ja, heel leuk. Nou, weet je, wat jullie meer kunnen zien? In de cottage tour uiteraard, hè? Ja. Dus wij gaan nou de cottage tour opnemen. En dan, als we hem uitgezonden hebben, zien we rechtsboven. En Chris heeft de foto's, dus dat komt allemaal wel goed. Ja. Blijf kijken, want we gaan er lekker op tour zometeen. We gaan nog meer zien. Nog heel veel meer zien. Oh, dit wil ik jullie wel even laten zien. Want deze. Wauw, vind ik mooi uitzicht. Dat is wel mooi. Ja, ik vind het heel mooi. Ja, het is vandaag niet zo'n hele mooie dag, maar het is wel een mooi uitzicht. Nou, zien jullie wel later. Wij gaan weer door. Ik ga wel eens naar buiten. Ga jij de lamp aan doen? Ja. Oké. Okay. Nou, dit is de premium. Oh. Zo, dat was 9:14. Ja. En nu? 7. 7:37. En ik dacht, ik ga gewoon hier via dat pad kijken waar dat uitkomt. Yes, misschien wel leuk toch? Beetje variatie. Ik zag hier een pad. Ja. Ik weet niet waar het uitkomt hoor. Maar het heeft een bruggetje en dat vind ik wel leuk. Nou. De segway vind ik niet zo leuk. Zijn we denk ik direct in een andere zone.
Dit is die buitenring. Ja. Maar volgens mij krijg je daarachter weer een splitsing en dan ga je weer terug. Ja. Dat gewoon doen? Ja. Oké. Okay. Nou, de zon is er wel hoor. Dus 30 graden ergens op de wereld. Ja, ergens op de wereld is 30 graden. Dat is waar. Nee, dit is de autoweg. Ja, dat is een fietspad. We moeten naar de 7. Nou, dan gaan we dat doen. Kijk, daar komt de zon ook weer. Misschien wordt hier ook 30 graden. Oeh, daar heb je ook bungalows helemaal. Achteraan zo'n pad liggen ook allemaal bungalows. Kijk, die liggen allemaal ver weg, hè. Die zijn verder weggeschakeld. Ja. Hier is het. Zo, kijk eens, 737. Wow. Klaar voor die korte stoer? Ja. Korte blik. Korte blik. Wij gaan naar binnen. Ja, dat is hem, kijk eens. Korte blikje doen? Ja, ben benieuwd. Oh, mensen die houden van die korte blik video's, hé. Nee, hè? Ja. Er helemaal niemand in geweest, dus ze zijn daar nog aan. Die zijn daar nog bezig, hè? Ja, dat zou helemaal goed kunnen. Dus we gaan eens even kijken. Ja, die hoort er nog even, denk ik. Nee. Kijk eens, dit is hem. Ik ben ook benieuwd wat het is eigenlijk, want ik weet het eigenlijk niet meer. Hij gaat wel open. Het is een premium, dat zie ik wel al. Daar zit niks. Wow. Hey, dat is eigenlijk zo'nzelfde indeling wat wij hebben in onze bungalow. Ja, nou. Zoiets, ja. Oh, wat leuk, ja. Kun je een beetje verschil zien, hè? Oh, wat leuk. Ja, dat is dan de premium en wij hebben de VIP. Ja. Nou, hoe doen we dat altijd? Wil je meer zien? Blijf ons volgen en klik rechtsboven. Gewoon blijven volgen, deze vlog blijven zien. Zie je alle bungalows en welke bungalows we al uitgezonden hebben, vind je dan weer rechtsboven. Dus ik ga weer naar buiten, Chris gaat lampjes aandoen en fotootjes maken. En dan ga ik de cottage tour opnemen, want anders kun je die nooit rechtsboven vinden. Kijk, mooie vogel. Oh, daar zo. Oh. Weg vogel. Nou. Ik zie jullie later weer bij de volgende bungalow. We gaan even met Segways weer door. Waar heb je nou die Segways gelaten? Ja, weet ik niet. Ja. Iemand die meegenomen? Ja, ik weet het ook niet, maar... Oh, bij de vorige bungalow natuurlijk. Oh, want die ligt om de hoek, ja. Oh, nou dat komt wel goed uit. Nou, ik heb hier weer een nieuwe sleutel. We gaan eventjes een kort blikje weer opnemen, ja. Hè? Ja, 722. Ik ben eens benieuwd wat dit is. Oh, als ik het zo zie, is wel een Fippie. Zo. Oh.
kijken, want dat is al duidelijk hoor. Dat ziet er... Maar ja, wat voor een VIP is het dan? Dat weet ik niet hè. Ik heb wel de sleutel alweer, dus... Ah ja, nou is het wel duidelijk. Het zijn maar twee stoelen. Ja, twee persoons denk ik hè. Twee persoons? Ja. Oké. Okay. Wow! Oh, maar deze vind ik leuk hè. Dit waren vroeger toch vier persoons comforts. Ik denk het wel, ja. Kijk, grote tv erin. Ja. Dan moet je toch ook een hele grote badkamer hebben? Dat zien we straks, hè. Ja, ja, dat ga ik nog niet laten zien. Nou, jullie weten het inmiddels. Kijk, zien een groot spiegel even zwaaien. Hallo. Nou, weet je. Het wordt, het zegt al, korte blik. Laten we een korte blik van de video zien. Dus, ja. Rechtsboven. Dus zie je de volledige. Zie je de volledige korte stoer. En wij gaan er dus voor uit, want die moet wel opgenomen worden, anders kan dat niet. Ja. Dus staat die er nog niet? Dan is ze nog niet uitgezonden. Dus, ik ga weer door en Chris gaat lampen verder aanmaken, denk ik, of zo, want de helft brandt ja. Maar. Dus dan komt het helemaal goed. La, 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 la. Tot zo! Ik ben toch heel benieuwd waar die Segways nou weer staan, joh. Ja, dat komt goed uit. Die andere ligt hierbij, hè? Ja. Die 723. Dus ik hoef nog niet naar die Segways te zoeken, hè? Nee, dat hoeft nog niet. Nee, want ik zei net al, ik snap niet waar ze gebleven zijn. Maar goed, nou, we gaan gewoon even kijken in die andere. Dat was een... Ik weet het niet, wat was het? Nou ja, ik weet het ook niet. Zullen we gewoon eens kijken dan? We zullen eens kijken. Even een korte blik. De korte blik weer. Loop jij maar eens voorop. Ben ik benieuwd wat jij zegt. Hij ligt hier naast die VIP net van net. Dus, 23 is het. Hier, pak eens de sleutel. Laat hem maar even zien, de sleutel. Dat het ook echt de sleutel is. Oh. Ja, dat is de sleutel. Oh, die is leuk, Chris. Oh, dat is wel wel geel. Vijf persoons. Vijf? Vijf persoons? Eén, ja, ik denk vijf, ja. Drie en twee. Oh. Nou ja, weet je wat dat is, wat het precies is? Dat laten wij weer. Oh, ja, alles is nieuw, kijk wel. Dat laten we weer zien in een nieuwe cottage tour, natuurlijk, hè? Ja. Ja. Nou, rechtsboven, als hij al is uitgezonden, dan komt hij erin, hè? Ja. Wow. Oh, ik vind hem echt leuk. Oh, kijk dan. Wow. Nou ja, ik ga weer door. Ik ga die Segway zoeken. Doe jij de lamp aan, en ga je foto's maken? Ja. Maak ik een sleutel van jou? Oké, okay, tot zo. Tot zo. Ik ga die Segway zoeken, want ik ben toch heel benieuwd waar die nou zijn, hè? Zo, daar waren die korte stoers. Zeg ik weer fout, die korte blikvideo's. Wat hebben we gehad nou? 803? 914? Ja. 737? 722 en 723. Nou, en 723 hebben we net gehad. Dus, en 22 ook. Dus we gaan door. Maar ik denk dat het ook wel tijd wordt om af te sluiten, toch? Zullen we dat doen? Ja. Gaan we doen. Ja, gaan we afsluiten. Het koud. Ja, ik vind het ook koud. Segway is weer leeg, dus die gaan we wegbrengen, opladen. En de vlog afsluiten. Ja. Duimen omhoog. Duimpje omhoog voor deze korte blikvideo's. Ja. Eventjes zo doen. Zo. Duimen omhoog. Abonneren. Liken. Liken. Delen. En geef maar een reactie wat je van deze video vond. Nou, en vooral wat je van die huisjes vond. Ja, de huisjes liggen er op dit moment best wel mooi bij eigenlijk. Ja, en de korte toeren die zijn natuurlijk al uitgezonden. Die kun je dan in de beschrijvingen zien als ze al zijn uitgezonden. Dus dat is even afwachten. Maar voor nu zeggen wij tot de volgende video. En wij rijden naar huis met jullie mee. Jullie rijden met ons mee naar het huisje. Dat wou ik zeggen. Ik heb wel merken dat de accu's bijna leeg zijn. Hoezo? Dat gaat niet meer zo hard. Ja.
Echt waar? Oké. Okay. Wat raar dan. Oh ja, ik zie het.